met ziekte en dergelijke, dat we met door virussen besmet raken, zijn natuurlijk ook hele goede dingen die besmettelijk zijn. En dus, dat klinkt een beetje gek in het Nederlands, maar in het Engels kun je dat heel goed zeggen, hè? Positieve dingen of goede dingen die besmettelijk zijn. En toen hadden we het over dat, toen heb ik het gehad over dat een aantal dingen die goed zijn, maar die dus wel ook heel erg aanstekelijk zijn. En deze dingen, daar is een voorbeeld van in de tijd van de Boeddha. En dit was een verhaal dat begint met Anathapindika. En Anathapindika, dat was een beetje een moeilijke naam is dat. Ik zal hem even spellen voor je. Dus Anathapindika was, even kijken, Pindika. Dat was een soort van supporter, zou ik maar zeggen, of een belangrijke ondersteuner van het boeddhisme ten tijde van de Boeddha. En hij is heel bekend in alle boeddhistische landen. En in sommige landen wordt hij net wat anders genoemd. Maar in de Zuidoost-Aziatische traditie wordt hij altijd Anathapindika genoemd. En Anathapindika was iemand die heel erg hield van geven. En dat was ook waarom hij Anathapindika heette, want Anathapindika is eigenlijk zijn bijnaam. En dat betekent hij die geeft aan degene die het arm hebben, die het moeilijk hebben. Want hij gaf altijd aan de armen. En dat is dus ook een traditie in het boeddhisme trouwens. En naast dat hij aan de armen gaf, gaf hij dus ook aan het boeddhisme. En hij bouwde ook verschillende locaties voor het boeddhisme. De belangrijkste is een belangrijke tempel waarvan de overblijfselen nog steeds bestaan tot vandaag de dag. De Jetavana-klooster. En de Jetavana-klooster is een heel verhaal op zich. Maar daar kunnen we het nog wel eens een keer over hebben. Maar vandaag zou ik het willen hebben over de kleindochter van Anathapindika. En deze kleindochter die was heel erg gesteld op een klein poppetje. En het poppetje dat had ze gekregen van een van de, zal ik maar zeggen, de vroedvrouwen. Die zorgde voor dit kind. Die had een poppetje gemaakt van een beetje deeg. En het was een pop van deeg. Zoals we misschien in het Westen, of in Nederland in ieder geval, de taai-taai-poppen hebben. Maar die hebben jullie niet in Vlaanderen, of wel? De Sinterklaaspop. De Sinterklaaspop. Okay. Bij ons hebben we, hoe noem je ze dat, Peter? De taai-taai-poppen, toch? Taai-taai is dat, ja. Ja, taai-taai-poppen, ja. Dus dat is een pop van deeg. En die kun je opeten. Maar dit was dus een pop die je niet kon opeten. Maar die was om mee te spelen. Maar wat gebeurde er nou? Deze kleindochter, die was een beetje onzorgvuldig. En op een gegeven moment, toen brak die pop. Die brak in tweeën, in drieën en was niets meer mee te doen. En ze was heel verdrietig. Ze begon heel hard te huilen. Want haar vroedvrouw, die had haar verteld, dit is jouw dochter en daar kun je goed voor zorgen. En ze zorgde de hele tijd voor die pop. Die pop die was echt haar leven. Ze vond het echt, het was haar dochter zoals ze er naar keek. Ze geloofde ook dat die pop leefde. En toen die ineens in elkaar viel, dat was natuurlijk haar hele wereld, die viel in elkaar. Dus toen begon ze heel hard te huilen. En dit verhaal is heel menselijk, hè? Dat vind ik wel mooi. En Anathapindika, die hoorde ervan en die hoorde ook dat niemand haar kon troosten. Het kind was zo overstuur. En toen dacht Anathapindika, misschien heb ik een wijze manier om dit probleem op te lossen. Dus Anathapindika die ging naar die kleindochter toe en die zei tegen haar, maar wat als we nou iets konden geven voor je dochter, voor je kleindochter, voor je dochter die dood is? En je dochter is nu dood gegaan en dat kan gebeuren.
Maar we kunnen misschien iets voor haar doen. En toen nam hij zijn kleindochter mee naar de Boeddha. En ze nodigde hem samen uit om de volgende dag te eten en op hun kosten. En dat ze dan een mooie maaltijd gaven aan de Boeddha en aan alle monniken die met de Boeddha mee waren gekomen. En dat was heel mooi voor die dochter. En toen zei Anathapindika, we gaan de goede energie of de goede karma en gaan we de goede kracht van deze vrijgevigheid, dit geven, gaan we delen met je met je dochter. En zo kan ze toch nog gelukkig zijn. En we weten niet precies hoe het kan dat zo'n klein kind dit precies begreep. Maar op een of andere manier wist Anathapindika dit heel goed uit te leggen. En de kleindochter was helemaal gelukkig weer. En zo gezegd, zo gedaan, toen gaven ze de volgende dag een maaltijd aan de monniken. En de monniken die hoefden niet meer van heinde en ver op zoek te gaan naar eten langs de huizen. Om met de bedelnap langs de huizen te lopen. Maar ze konden gewoon hun eten van deze Anathapindika en zijn kleindochter krijgen. En zo hadden ze meer tijd voor meditatie, zichzelf te oefenen. En deze dochter, die kleindochter, was weer helemaal gelukkig. En ook al wist ze dat haar zogenaamde dochter van Deeg, de Tai Tai Pop, dat die was overleden. Maar toch had ze het gevoel dat ze toch nog iets goeds had gedaan om mee te geven aan haar dochter. En zo had Anathapindika, die had ook iets geleerd aan deze kleindochter. Wat denken jullie dat zij had geleerd? Nou, ik geef even het woord weer aan jullie. Dat je het ook om kunt draaien, negatief karma en positief karma. Je hebt verdriet om iets en daarin tegen je verlies iets en daarin geef je iets waardoor je weer gelukkig wordt. Zo. Ja, soms dan kun je iets niet oplossen door proberen iets terug te krijgen wat je niet meer terug kunt krijgen. Dingen die vergaan, die dingen die gaan kapot. Dingen die mensen die moet je soms achterlaten. En mensen moet je soms loslaten. Maar je kunt wel iets meegeven van het goede wat je hebt gedaan. Elke dag, klein beetje goed. Maar er is nog iets moois in dit verhaal. Het verhaal is namelijk nog niet afgelopen. Als je in de Pali, in de oudste teksten kijkt, dan is het verhaal al afgelopen. Maar in het commentaar staat er nog een stukje. En dit stukje kan jij heel erg over het hoofd zien. Als een soort van fabel dat misschien een beetje is bijbedacht om het verhaal interessanter te maken. Maar het is eigenlijk wel heel mooi en het is ook heel realistisch. Namelijk nadat deze dochter en haar opa, haar grootvader Anathapindika, het eten hadden gegeven aan de monniken. Toen kwam er ineens een aantal familieleden, die waren zo onder de indruk van dat deze kleine dochter, dat kleine meisje zo veel mooie dingen deed en al dat eten gaf aan al die monniken en zo. En zo rondliep en voor al die monniken ging zorgen en zo helemaal bezig was om het boeddhisme te ondersteunen, maar ook de monniken te ondersteunen in hun levensonderhoud. Vonden ze zo mooi dat die hele familie besloot, de een naar de ander, om ook te gaan geven aan de monniken. En zo gingen ze ook allemaal goede daden doen. En zo werd er dus een maand lang, de ene naar de ander, die ging allemaal mooie dingen geven. Goede dingen doen. En daarna werd het niet alleen maar plaatselijk nieuws, maar toen werd het ook opgepikt door de koning. De koning die daar in de buurt woonde, die zei namelijk, dit is interessant, het is bijzonder, dat zo'n klein kind ineens
zoveel mooie dingen doet en zo geeft aan de monniken, wat normaal altijd meer iets is voor volwassenen. En toen, je kunt je voorstellen, in onze traditie hebben we niet zo'n traditie van het geven aan geestelijke, maar we hebben wel de traditie bijvoorbeeld dat je iets geeft aan een bedelaar of zo. En stel je voor dat er nou een klein kind dat gaat doen, dan is dat natuurlijk heel erg indrukwekkend. Dus iedereen was heel erg onder indruk en die koning ook. Dus die koning die zei van nou, we moeten dit zo bijzonder. Die heeft besloten toen een maand lang om samen met al zijn onderdanen die dus mee wilden doen, nog een maand te geven aan de monniken. En zo hebben we een hele twee maanden lang stond er een hele festival in teken van het geven. En alleen maar omdat één klein kind iets gaf en nog niet eens gaf voor iemand die leefde, maar gaf aan een tai tai pop. En dus zie je dat vrijgevigheid en eigenlijk heel veel goede dingen kunnen soms aanstekelijk zijn. Dus het is niet alleen maar ziektes die besmettelijk zijn, maar ook de goede dingen in het leven, wat we soms ook wel een domino effect noemen. Soms dan zeggen we één goed ding tegen iemand, waardoor die heel blij is en dat weer aan een ander gaat zeggen van ook. Jij doet ook heel goede dingen. En zo kan iets goeds van de een naar de ander springen. En zo noemen we ook wel in het Engels het pay it forward effect. Hè? Dat als je iets goeds doet, kun je dat ook met een ander delen. En zo ontstaat er een energie, een domino effect. En dus dit is een verhaal dat echt is gebeurd. En ik denk dat het commentaar ook echt een historisch verhaal op heeft geschreven. Want ze hadden natuurlijk het ook heel legendarisch kunnen maken door te zeggen dat er wel 7 miljoen monniken kwamen of dat het wel 7 jaren duurde. Maar dat hebben ze niet gedaan. Er staat 2 maanden. En ik denk dat het best wel mogelijk is. Want als we kijken naar het verhaal van de kinderen die in de grot wonen, die in de grot vastzaten in Thailand. Dat is een heel vergelijkbaar verhaal. Een paar kinderen, die overkomt iets en iedereen heeft sympathie. En iedereen die zet zich in om iets goeds te doen voor die kinderen. En zelfs de rijkste, in het begin zijn het de mensen in de buurt en de mensen die een beetje goed kunnen duiken. Maar op een gegeven moment werden zelfs de paar rijke lui uit Amerika die reisden met een vliegtuig naar Thailand toe om die kinderen in de grot te helpen. Zo kun je maar zien dat goed doen aanstekelijk werkt. Niet alleen corona en COVID en wat dan ook is besmettelijk, maar ook de goede dingen zijn besmettelijk. En zolang we maar het goede blijven doen en doorgeven aan elkaar, zoals de wijze plegen te doen, dan hebben we een zekere kans tegen deze crisis. En dan is het eigenlijk, zoals het crisis eigenlijk betekent, een keuze. Hè? Crisis betekent keuze. Dan is het een keuze om het goede te doen en daarmee de wereld een stukje beter te maken. Dus met andere woorden, zijn er meerdere dingen in het leven die aanstekelijk zijn. En de dingen die we positief doen, daar kunnen we ons op richten. En dan zullen we merken dat ook andere mensen graag ons voorbeeld willen volgen. Dus dit was mijn verhaal van vandaag. Misschien zijn er mensen die hierop willen reageren, of die er iets van willen zeggen of iets willen vragen.